In deze video zal ik laten zien hoe je zelf van potloden een hexasticks kan maken. Nou, een hexastick, dat is eigenlijk dit kunstwerk, deze frippel. Ik ben deze zelf tegengekomen door de kunstenaar George Hart. En die maakt allemaal hele mooie kunstwerken. Een beetje allemaal met een geometrische basis, mooie ruimtelijke figuren. Dus ik raad je zeker aan, kijk even op deze site. Nou, hoe maak je nou zo'n figuur? Dan moet je eigenlijk gewoon klein beginnen. Dus de kleinste versie die je eigenlijk als eerste maakt, dat is deze. Als je hier goed naar kijkt, dan zie je dat deze figuur uit vier prisma's bestaat. Dus zeg maar vier buizen. En elk prisma die heeft als basis een zeshoek. En in dit geval is de zeshoek heeft zijden van twee potloden. Nou, daarna ga je deze uitbreiden. Dus je gaat om die zeshoek heen ga je nog een rand maken. Dus dan krijg je een zeshoek met zijde 3. Nou, als je dat doet, dan krijg je deze te zien. En als je die goed vergelijkt met die we net hadden, dus met deze, dan kun je ook mooi zien dat die in die grote zeshoek, die kleine zeshoek nog steeds zit. Dus het enige wat er gebeurd is, er is een rand omheen gemaakt. Nou, ik vind het normaal zelf mooier dat hij niet helemaal is opgevuld, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Dus als je hem niet opvult, dan ziet hij er zo uit. Nou, en als je dat weer gedaan hebt, dan ga je op dezelfde manier als net, dan ga je hier weer een zeshoek omheen maken. Dus deze heeft een zijde van 3. Nou, als je dat doet, dan krijg je die grote en dan kom je op deze uit met een zijde van 4. Nou, voor deze grote heb je 72 potloden nodig. Nou, voor die één stapje kleiner, en heb ik hem niet helemaal opgevuld, dus voor deze heb ik 48 potloden nodig. En voor die kleinste, en dan reken ik even die middens niet mee, dan heb je er 24 nodig. En dat is ook logisch, hè? Het zijn steeds stappen van 24 extra potloden die je nodig hebt. En dat komt omdat de basisfiguur is een zeshoek. Dus als ik van zijde 2 naar zijde 3 ga, dan komen er bij elke zeshoek dus 6 potloden bij. Dus bij elke buis heb je 6 extra potloden nodig. En omdat je 4 van die buizen hebt, dus 4 van die prisma's, heb je dus 24 potloden extra nodig. Nou, als je eenmaal weet hoe je deze kan maken, dan is het uitbreiden niet zo ingewikkeld meer. Nou, in de rest van deze video zal ik stapsgewijs laten zien hoe je zelf deze hexasticks kan maken. Ik zal als eerste laten zien hoe je tot hier komt. Nou, om te beginnen hebben we 7 potloden nodig. Nou, aan beide kanten doe ik er even een elastiekje omheen. En dan zie je die vorm van een zeshoek zie je al ontstaan. Nou, ik ga deze groep van 7 potloden splitsen in een groepje van 2, een groepje van 3 en een groepje van 2. En dat doe ik door 2 nieuwe potloden te pakken. En ik til van de stapel van 7 2 potloden op, de bovenste 2, en dan steek ik gewoon 2 potloden doorheen. En hetzelfde doe ik met de onderste 2. En dan steek ik ook weer 2 potloden doorheen. En dan doe ik ook meteen weer 2 elastiekjes om. Nou, als je het resultaat dan ziet, dan zie je inderdaad dat die groep van 7 gesplitst is in 2, 3 en 2. En in de andere richting zijn het gewoon 2 groepjes van 2 potloden. Nou gaan we die groep van 7, dus dat zijn deze, die ga ik weer splitsen in 2, 3, 2, maar nu vanaf de bovenkant. Dus dan pak ik weer wat potloden erbij. En nou doe ik de 2 potloden die het meest aan de linkerkant zitten, die pak ik. En dan steek ik gewoon een potlood doorheen. En dat doe ik nog een keer. Alleen nu doe ik het zo dat ik die groep van 4 ook splits in 2 groepjes van 2. Dus als je dat doet, dan zie je het resultaat in deze richting. Dat die groep van 4 dus inderdaad in een groepje van 2 en nog een groepje van 2 is gesplitst. En als ik vanuit de richting van die 7 kijk, dan zie ik dat er hier nu 2 apart zitten. Dat ga ik aan deze kant ook doen. Dus ik ga nog 2 potloden er van boven insteken. Maar nu doe ik dat de andere 2 apart komen te zitten. Dus aan het begin is dat een beetje gepriegel. Maar als je dat een paar keer gedaan hebt, gaat dat eigenlijk hartstikke snel. En ook hier doe ik aan beide kanten een elastiekje eromheen.
Dan even het resultaat. Als ik van die kant kijk, dan zie ik dat je zo 2, dan 3 en dan weer 2 hebt. Maar je ziet ook op deze richting heb je er 2, dan weer 3 en dan weer 2. Dus die groep van 7 is aan twee kanten gesplitst in 2, 3, 2. En die andere richtingen, daar zie je dat ze steeds groepjes van 2 gesplitst zijn. Oké, dan komt nu de lastigste stap, maar ook die valt wel mee. Je moet nu de twee groepjes van 4 pakken en die ga je gewoon plat duwen. Dus ik pak hier de twee groepjes van 4 en die duw ik naar beneden. Als je dat doet, dan kun je van de bovenkant allerlei gaten zien ontstaan. Dus ik zal proberen of het een beetje te zien is voor de camera. Nou, het is een beetje moeilijk te zien, maar je ziet dat er inderdaad een aantal gaten ontstaan. In al die gaten ga je gewoon potloden steken. Dus dan krijgen we onze volgende richting. En ook daar weer doe ik elastiekjes omheen. Oké. Als je nu naar deze kant kijkt, dan zie je dat ik hier al 5 potloden heb. Maar het moeten er 7 worden en ik weet ook dat het een zeshoek moet worden. Dus als ik hier al 2 heb, hier 3, dan moeten er hier nog 2 bovenop komen. Dus die ga ik nu vervolgens erbij steken. Dan haal ik een potlood onder dat elastiekje door. En aan de andere kant stop ik het elastiekje er ook weer overheen. En dan doe ik het volgende potlood ook. En dan zie je dat we inmiddels aan deze kant 7 potloden hebben, maar ook aan die kant hebben we 7 potloden. Nou, dat gaan we met de andere richtingen ook doen. En het is eigenlijk gewoon een kwestie van goed kijken van, als je in die richting kijkt, dan zie je inderdaad een gat aan die kant. En daar stop je dan gewoon weer een potlood bij. En dan haal je weer even onder het elastiekje door. En dat doe je dan aan beide kanten met het elastiekje. En dan ga je weer verder kijken. Nu zie ik dat hier aan de onderkant nog 2 potloden bij moeten. En dan zoek je steeds weer een geschikte plek voor. Soms zijn het echt gaten, maar soms ligt die ook gewoon nog aan de buitenkant. Maar naarmate we meer potloden toevoegen, wordt het vanzelf steviger. Nou, dan hebben we al 3 richtingen, hebben 7 potloden en 1 richting nog niet. Dus ook in die richting ga ik er nog even 3 potloden bij steken. En dan zoek je gewoon weer naar de geschikte gaten. En dan doen we het elastiekje er weer om. En dan is de eerste fase is klaar. Nou, vanaf hier is het een kwestie van uitbreiden. Nou, hoe pakken we dat aan? Als je in een richting kijkt, dan zie je af en toe gaten ontstaan. En het is nu gewoon een kwestie van potloden toevoegen. Dus ik wil bijvoorbeeld, als ik deze richting wil uitbreiden, dan moet er gewoon een zeshoek omheen komen. Nou, dan zoek ik gewoon potloden erbij. En elke keer als ik een gat zie, steek ik er een potlood bij. Soms is het zo dat het niet een echt gat is, maar zoals deze bijvoorbeeld, die kan ik nu ook naar voren schuiven. Maar het belangrijkste is, als hij maar gescheiden wordt van de andere potloden door een potlood. Dus bijvoorbeeld deze kan ik plaatsen, omdat hier tussen echt een potlood ligt. Nou, probeer ik gewoon zoveel mogelijk van die potloden probeer ik toe te voegen. Met de enige eis dat ze niet tegen een bestaande potlood in dezelfde richting aan mogen staan. Dus bijvoorbeeld deze zou ik eigenlijk willen plaatsen, maar dat kan niet, omdat als ik dat doe, komt die tegen deze potlood aan. Dus die kan ik op dit moment nog niet plaatsen. Nou, ik probeer er zoveel mogelijk te plaatsen die kunnen. En als je het idee hebt dat het niet meer kan,
Dan doen we gewoon een elastiekje eromheen. Dus in dit geval kom ik niet verder dan dit. Doe ik aan beide kanten een elastiekje eromheen. En dan ga ik gewoon met een andere zijkant verder. Dus als ik nu het resultaat laat zien, dan zie je eigenlijk al dat we een heel eind zijn. Want je hebt hier al een zijde, hier een zijde van 3. Alleen, ja, we kunnen gewoon nog niet helemaal afmaken. Maar dat komt vanzelf. Dan gaan we gewoon een andere richting bekijken. En dan gaan we eigenlijk hetzelfde doen. Dus ik ga steeds weer potloden toevoegen in de gaten die je ziet. En dan doen we weer aan beide kanten even een elastiekje eromheen. En zelfs de laatste zou eigenlijk ook kunnen. Maar goed, ik ga eerst weer een andere kant doen. Nou, deze richting doen. Zoek ik de gaten op. En als we het gedaan hebben, doen we er weer een elastiekje omheen. En aan de andere kant ook. Nou, dan zie je dat deze kant al helemaal af is. Nou, dan zoeken we gewoon een kant die nog niet af was. Bijvoorbeeld deze kant, daar misten er nog 2. Nou, inmiddels zijn er dan nieuwe gaten ontstaan. Dus dan stop je gewoon de potlood onder het elastiek door. Door de gaten heen. En aan de andere kant moet je zorgen dat het weer binnen het elastiek komt. En dan mist er nog eentje. En dan zie je dat deze richting ook klaar is. Dus inmiddels hebben we dan 2 richtingen helemaal af. Kijken, ja. Nou, in deze richting mist er nog eentje. Nou, die kan inmiddels er ook bij. En dan moeten we nog de laatste richting doen. Dus het is weer een kwestie van kijken naar de gaten. En aan de achterkant nog een elastiekje. En dan is die klaar. Dus dan is de tweede fase ook af. Ja, en op deze manier kun je gewoon verder gaan. Dus op het moment dat je nou deze fase af hebt, dan ga je gewoon deze weer uitbreiden. En als je dat dan helemaal doet, en je haalt de potloden uit het binnenste gedeelte weg. Dus als ik hier, kan ik nu al deze potloden in het midden, die kun je er gewoon al uithalen. Kun je dan uit elke richting doen. En als je deze nog weer 1 stap verder uitbreidt, dan heb je dus dit eindresultaat.